Levensgevaarlijk is het normaal om naast het bordje te gaan staan op deze weg. Maar vandaag even niet. Vandaag is de flyover het grootste voetgangersgebied van Rotterdam. Met een spectaculair uitzicht. Nou, wat een prachtige stad, hè? Heel mooi, echt supermooi. En we zijn er trots op. Ik ben trots op Rotterdam zo. Ja, geweldig. En als je met de auto aankomt, dat je denkt, ja, weet je, dit is mijn stad, daar ben je trots op. En zij waren niet de enigen die daar zo over dachten. Honderden mensen kwamen op het poppenpark af, terwijl er op de rijbaan ernaast en nog gewoon auto's reden. Ja, dit is een plek die staat voor mobiliteit en snelheid. En wij geven hem eigenlijk voor één dag terug aan de stad. En zeggen één dag lang van hier kun je wandelen, flaneren, hangen, denken over wat die toekomst kan zijn. Want er gaan gedachten om van dit stukje Rotterdam een echt park te maken. En dit stukje weg definitief af te sluiten. Bezoekers vandaag zorgden er in ieder geval voor dat het net leek alsof het een park was. Wat vind je ervan, zo kleuren op de snelweg? Dat is wel heel gaaf. Wanneer krijg je nou de kans om op een snelweg te gaan krijten? Maar het kan nog gekker. Inderdaad, dat is zanger Douwe Bob op zijn paard. Douwe, hoe bijzonder is het met je paard en gitaar hier? Fantastisch. Ik ga het paard even doorgeven, want je weet het nooit, hè? We zijn wel op een snelweg. Toch maakte dat enkele honderden fans van hem niet uit. Die stonden allemaal te wachten op een optreden van Douwe Bob. I'm getting in my car and coming home. How's it been? How you been? Rust en bezinning dus, midden op de snelweg. Wegbeheerder Rijkswaterstaat gaat in ieder geval kijken of zulke soort evenementen vaker kunnen worden toegestaan. Dank u wel.